De rol van moraal en ethiek heeft nu een hele andere dimensie door de verandering binnen onze omgeving, erkent ad-interim minister Krishna Kumari Mathura van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Volgens de bewindsvrouw worden moraal en ethiek binnen de samenleving door zoveel zaken beïnvloed, waardoor jongeren bepaalde waarden moeilijk aannemen. Mathura wijst erop dat onderwijs juist bedoeld is om mensen de juiste waarden en normen bij te brengen, omdat waarden en normen de basis zijn van het menselijk bestaan. Dat is de basis van een leefbaar Suriname. Dat is de basis van een veilig, ordelijk Suriname. Dat zijn normen en waarden. Want als iedereen maar doet zoals wat hij denkt dat goed is en wat ze denken dat gehandhaafd wordt of geaccepteerd wordt, dan zijn we heel wat. Dat zijn we eigenlijk een samenleving waar geen normen meer zijn. Dus dat willen we niet. Dat is wat zich aandient. De vraag is, hoe ga je daarop inspelen? En door middel van onderwijs. En ik heb begrepen, er is vorige week, dacht ik, een beurs gehouden, Sula-beurs in CCS. En dat is een van de vragen. En ik ben een beetje gaan rondkijken. En er is een groep, ik weet niet meer precies hoe die groep heet, maar het is een afdeling binnen onderwijs die al zich toelegt op normen en waarden binnen het onderwijs. Echt op een spelendere manier, helemaal aan de basis, zorgen dat dat geïncorporeerd is in het onderwijs. De bewindsvrouw geeft aan dat de waarden en normen die op school worden aangeleerd varieert van respect, veiligheid, wederzijdse begrip, samenwerking, acceptatie tot vaderlandsliefde. De resultaten hiervan zullen niet in één dag terug te zien zijn. Het zal volgens de minister een proces zijn dat wel resultaten zal opleveren.